Projectie. Wat ziet u dan? Rond 9 uur kregen collega's van mij een melding van een incident op de Toulonse Laan in Dordrecht. Op die melding zijn mijn collega's afgegaan. Op enig moment is er geschoten bij deze melding. Er zijn twee collega's van mij gewond geraakt daarbij. We hebben 3 verdachten opgepakt en een van die verdachten is ook gewond geraakt. Kan je iets zeggen over de identiteit van de slachtoffers? Nee. Tot nu toe nog even onbekend. Waarom was deze politieagent aanwezig? Zijn er op een melding afgegaan en vandaar dat ze ter plaatse zijn gekomen. Er gaat een gerucht dat het politiewapen gepakt zou zijn en daardoor geschoten. Dat is nu helemaal nog in onderzoek. Het hele onderzoek is overgenomen door de Rijksrecherche. Zij gaan helemaal uitzoeken wat er precies is gebeurd. Wie welke rol heeft gespeeld en wat de rol van de verdachte is. Hoe is de toestand van de slachtoffers? Ze zijn aanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. En hoe de toestand nu is, kan ik geen uitspraak over doen. Wat gaat er nu nog gebeuren? Forensische opsporing is ter plaatse gekomen. Zij doen onderzoek naar alle sporen die er te vinden zijn. Sporen zullen veiliggesteld worden, die zullen gebruikt worden in het onderzoek. De Rijksrecherche zal het verder oppakken. Hoe reageert het korps op incident? Ja, het is natuurlijk onwijs heftig om te horen dat er 2 collega's zijn neergeschoten bij dit incident. En de bewoners die daar wonen, mogen die weer terug of moeten die binnen blijven? Het laatste incident wordt nu afgezet, dus waar het is afgezet, daar mogen even niemand komen, ook om ervoor te zorgen dat de sporen veiliggesteld kunnen worden, zodat het goed onderzocht wordt. Of moeten ze hier buiten zijn? Mogen ze in hun woning blijven? Ze mogen niet op plaats incident komen. Dus waar het is afgezet, daar mogen ze niet komen. Dus buiten? Klopt dat er ook een handhaver gewond is geraakt? Ik weet alleen dat er 2 collega's van mij gewond zijn geraakt en 1 van de verdachten. Hey. Hi. 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 Hi.